Het is een beetje, ja, jute-achtig. Morgen wordt het eerste deel van de vloer gelegd. Ja, super spannend. Oh. Ik vind het spannend. Vind je het spannend? Hoe het eerste laagje gaat rollen. Zo, toch even een kleine tegenslag. Toch maar besloten om de vloer een stukje open te maken. Ja, daar is die dan. De koelkast. Heel erg. Ja, moest je dat nog even oprakelen? Yes! Dat is denk ik de kraan. Ook al zo mooi. Is die zo groot? I just wanna see where your love can take. Een hele goedemorgen, lieve tatties. Welkom bij weer een nieuwe video. Ja, ik maak maar even op deze manier een intro. Want Sergio en ik zijn gewoon vergeten even een opening te doen. Want het is hectisch. We zijn de hele tijd bezig om natuurlijk dingen te versjouwen naar het huis. Elke avond gaan we naar het huis, Jessie ophalen. Sergio in het huis, ik hier, andersom, bla bla bla. Dus, we weten even niet meer waar, hoe, waar we leven, zeg maar. Dus ik kwam erachter, terwijl ik lekker de vlog voor jullie aan het maken ben, dat er helemaal geen opening in zat. En ik wil jullie natuurlijk wel altijd weer even gezellig welkom heten bij weer een nieuwe video. Dus bij deze, sorry voor de chaotische video. Van camera naar telefoon, naar opening of geen opening. We doen ons best. In ieder geval, heel veel kijkplezier. Zo, ik ben even thuis geweest, lekker gegeten en zo. En nou, zoals je ziet, de wagen zit weer vol. Nummertje 3 van vandaag. Nou, geloof me, hier kan echt niks meer bij. Ja, René is er ook bij. Je ziet ze alleen niet. Ja, ik vind het wel lekker zacht hier, maar ja, als er iets gebeurt, word ik gespiesd door een fucking bamboestok. Nee, want die zit voorbij jou. Ja, nee, en je zit goed. Helemaal vast, want ook bij je benen heb ik een iets erin gevrot. Ook. Nou, let's go. Een hele goede morgen. Ik ben weer bij het huis. Helaas alleen, want Sergio die heeft een hele gave kookklus in een heel fancy gebouw. Dus dat is gaaf. Dus die is hard aan het werk. En ik kom net aan en ik zie allemaal busjes staan voor het huis. Dus ik heb hoop dat er veel mensen aan het werk zijn. Echt super gave reacties gekregen op de muren, op de kleuren. Super leuk om te horen. En ja, ik vind het ook super leuk om te zien wat de ontwikkeling is. Dat je gewoon elke keer weer een stapje verder gaat. Ik zit er ook nog aan te denken om aan de bovenkant van de muren een omlijsting te doen. Of een sierlijstje. En ik denk wit. Om zo ook weer een beetje die frisheid terug te laten komen. Maar goed, dat is voor later. Dit is het kurkbehang voor een Jesse's hoek. Bezig in Jessie's kamer. En het eerste stukje behang zit erop. En het is een beetje, ja, jute-achtig. En hier komt dus het fotobehang. Vet. Mooi man. Hier komt natuurlijk ook veel meer licht binnen. Ja, hij is heel donker. Echt ja. Goedemorgen. Wij zijn onderweg naar Monkey Town. Ja. Want deze kleine jongen hierachter, die heeft wat stoom af te blazen. Hij heeft drukke dagen, niet luisterende dagen. Dus we gaan even naar Monkey Town en hopen dat hij daarmee even zijn ei kwijt kan. Ik voel dat het een beetje een soort protestgedrag is, omdat we onwijs veel weg zijn. Ja. En veel in het huis bezig zijn en ja, toch wat minder aandacht voor hem hebben. Maar Monkey Town is toch ver? Nee hoor, nee, we zijn is heel dichtbij. En
Ja, dat hij daardoor dus een beetje reconcentrant is. Ja, en hij is ook gewoon nog iets te klein om hem echt iets goed uit te kunnen leggen dat het tot hem doordringt. Ja. Hallo. Wat zeg je, schatje? Hier. Ik zie mijn voeten. Ik zie het. Ja, dus inderdaad eventjes lekker eten. Want ik dacht, we gaan lekker naar het Nijntjesmuseum in Utrecht. Maar dat was nog niet open. En ik dacht van, dat is wel leuk om met jou te doen. Toen dacht ik, we gaan naar het museum in Mall of the Netherlands. Dat is gewoon €20 intree. Ja. Voor volwassenen dan, hij was dan gratis. Nou, mijn Nijntje is ook niet goedkoop, denk ik. Maar... Ja, maar dat vind ik dan ook leuk voor hem. Dat vind ik echt heel echt leuk voor hem. Ja. Ja. En toen dacht ik, we gaan naar Aventuria. Die was pas om 12 uur open. Ja, het is en toen dacht ik, we gaan naar het Zuiderpark, maar toen regende het. Dus... Ja, het is zondag, hè. Maar, als het goed is, zit bijna alle behang er nu op. Ook het behang in de hal, of althans, ik moet zeggen op de hal. Dus een deel in onze woonkamer. En dan gaan we gaan vanavond, als Jessie slaapt, nog even terug naar het huis. Want dan willen we even die, hoe noem je die dingen ook weer? Deklat. Die deklatten. Even lakken. Ja, even zwart lakken, zodat het meer bij de stalen deur gaat passen dadelijk. En morgen wordt het eerste deel van de vloer gelegd. Ja, super spannend. Oh, ik heb er zoveel zin in. Want dan heb je gewoon echt... Ja, weet je, dan, dat maakt het gewoon af. Ik bedoel, nu zijn de muren allemaal gedaan, maar als er dan ineens een vloer in zit... Ja. Dan kunnen we zelfs de stoelen binnenzetten. Ja, als we het ver genoeg leggen. Ja. Ja nee, ik doe gewoon als het helemaal klaar is. We kunnen de stoelen binnenzetten. En dan kan de koelkast naar binnen. Ja. Ja, en in de week van, ik denk 6 juni of zo. Ja. Dan komt de bank. De bank. Dan komt volgens mij de eettafel, of niet? Ja, als het goed is wel. En Jessie is in bed. Jessie is in bed. Die komt de 10e. Oh ja, en overmorgen komen ze voor de waterontharder van Mooi Water. Ook nog, dus er zitten allemaal leuke dingen aan te komen. Dus blijf zeker kijken. Nou, Jessie heeft lekker gespeeld in de Monkey Town. En waar zijn we nu, Jessie? In het nieuwe huis. Bij het nieuwe huis, want dat wilde jij heel graag zien, hè? Ja. Nou, gaan we weer even kijken wat er allemaal gebeurd is. Ik ook. Ja. Wat zei je, schat? Ik vind het spannend. Vind je het spannend? Ja. Ja? Waarom vind je het spannend dan? Ja. Waarom? Dat het nieuwe huisje klaar is. Ja, bijna hè, schat. Gaan we snel naar binnen dan? Ja. Gaan we kijken dan? Gaan we even kijken. En in jullie slaapkamer is hier ook klaar? Bijna. Oké, maar de muurtjes zijn alleen nog maar gedaan, hè? Er staan nog geen spulletjes in. Ga jij de deur maar open doen? Oké. Andere kant op. Ja. Draaien? Ik heb al tijd. Zwaar, hè? Ja. Hij is het nog niet doorgedraaid, hoor. Ervan. Oh, jij gaat gelijk naar het eten. Kijk eens, dames en heren. Ons halblok heeft behang. Wat vind je van de behangjes? Mooi. Ja? Wat zeg je? De tv niet. Nee, maar het is nog niet af, hè. Er moet nog een vloer komen. Zo. Wat vind je ervan? Jessie. Ta-ta-ta. Dit is de structuur. Ja, mooi. Toch apart, hè?
Ik vind het wel heel gaaf. Ja, ik ook. Ik wil drinken, papa. Ik hoop alleen wel dat dat nog met de pech te werken is. Wat er? Die lijm op het plafond. Oh ja. Ik wil drinken. Ja, daar moeten we dan even naar kijken inderdaad. Mag ik drinken? Ja, tuurlijk. Of dat moet opnieuw? Ja, weet ik niet. Nou, dat zal Berry vast wel... En ik hoop inderdaad dat de plinten hoog genoeg zijn. Voor hier wel, maar ik hoop vooral voor dat andere stuk. Nou ja, dat ze waren iets van 7 centimeter. 7 centimeter. En er komt ook iets van een centimetertje vloer op, want die is, oh ja, is toch klik. Dus die zijn wel wat, wat dikker. Ja. Wat dan ook wel weer mooier aansluit bij tegels naar de hal toe. Ja. Maar ik vind het wel, ook als je dan gewoon zo er doorheen kijkt, is gewoon super mooi. Dat je, die kleur daar is echt fantastisch. En als je dan hier zo staat in de hal, zeker als je dan ook nog een beetje van dat licht hebt, zo. Ja. Ja, die kleurencombinatie, ja, is vet. Moet je hier door, het, ja, door de camera even kijken. Dan zie je het echt, kijk. Oh ja. Ja, vet, hè? Ja, het past gewoon zo gaaf bij elkaar. Nou, daar zijn we in ieder geval blij mee. Dit is pas één keer gedaan, dus dat moet nog even nog een keer gedaan worden, maar... Hè? Ja, heel mooi. Dat loopt helemaal door, zo naar de overloop. Ga je eerst in jouw kamer kijken? Waar is het dan? Wat? Nee. Dit is jouw kamer? We hebben alleen nog maar behang, hè? Dus we hebben verder nog niks. Wat vind je van het behang? Goed. Goed? Ja. Ja. Nee, niet doen, want dan maak je hem al kapot. Ja. Vind je van de kleur, schat? Ja, en het behang? Zeker. Wat zeg je? Heel mooi. Ja, zeker. Mooie kwaliteit, hè? Ja. Oh. Dat is gek. En wat vind je van de... Kom Jessie, gaan we even kijken naar de logeerkamer. Oh. Wat vind je van de kleur van de logeerkamer? Hier, het is boven. Hier zo. Hetzelfde structuur behang. Jessie, laat alles voor jou liggen. Hè? Straks als het huis klaar is, dan kan je ongestoord door het huis banjeren. Heel mooi. En nu gaan we naar boven kijken. Nog even papa en mama slaapkamer kijken. Oké. Okay. Oh. Vind je van kleurbehang? Mooi. Even. Kijk, deze is al gedaan helemaal. Nice. Het was chique, hè? Maar ook dit is weer dat geweven soorten behang. Ja, een linnenstructuur. Linnenstructuur. Ja, ik denk dat het wel heel mooi staat. Gewoon licht en dan met dat roze behang. Plafond. Ja. Hallo! Wat vind jij ervan, Jesse Silver? Heel mooi, hè? Wat vind jij? Ik vind het ook mooi. Kijk. En hier loopt het ook naar boven. Ja, op de zolder is verder niet verder veel veranderd. Goedenavond. Wij zijn nog steeds druk hard aan het klussen in ons nieuwe huis. Het is inmiddels 22:50 s'avonds. 22:50 al? Ja. Ik heb heel het huis gestofzuigd met onze nieuwe bouwstofzuiger. Op zich blij mee, maar we hebben de kleine versie genomen. En dat betekent blijkbaar ook dat je een
kleine stekker krijgt. Er gaat niet genoeg zijn om dit hele huis te kunnen doen. Dus dat is wel op een functionele manier. Maar goed, zorgen voor water. We hebben hier de latjes. En Sergio die gaat hier nog even in zijn nieuwe kleding verven. Houd spannend, houd spannend. Houd spannend, ja. Moet niet te goed gaan, hè. Ik ga ze lekker in de bak zetten. Stel op tafel. En dan stop ik dit in een plastic zak. Want ik kan het morgen nog gewoon gebruiken. Om het nog een keer in de lak te zetten. En dan denk ik dat we twee hele mooie, was het ook weer, gibo dikke latten? Ja, gibo latten. Gipsblok, gibo. Gibbo. Anyway, hebben om de randen af te werken zodat Jay kan komen voor de stalen taartje natuurlijk. Ja, maar dan moet ook de vloerverwarming het weer doen zodat wij kunnen aflezen waar die stomme leidingen lopen. Dat is een dingetje, daar ga ik morgen ook Koos weer even voor bellen. Ja. We hebben in ieder geval overal weer alle stopcontactplaatjes erop zitten hier beneden. Ja, ziet er super strak uit. Het ziet er weer netjes uit. Ook zo minder gevaarlijk voor Jessie. Want vandaag weer even zien met Jessie, dat is echt gewoon niet grappig. Nee, is niet leuk. Voor hem niet en voor ons niet. Nee. Dus nee, het ziet er inderdaad gewoon mooi uit. Ik vind dat witte eigenlijk wel. Dat witte vind ik eigenlijk wel weer mooi staan. Want dat komt toch ook weer terug dadelijk in onze plinten. Ja. Nou kunnen we uiteindelijk wel de plinten ook verven. Maar ik denk dat het juist wel mooi is als er gewoon een beetje een afscheiding is in het wit. En ook weer voor de frisheid. Maar we laten deze niet wit, omdat onze taartsdeur zwart wordt. Dus dan is het wel mooier als die ook gewoon zwart is. Hoe het eerste laagje gaat. Oh. Mooi hoor, schatje, mooi. Mooi, hè? Nou, zo het eindresultaat. Hele goede morgen. Ik ben weer in het huis. In the new house. En wachten op de heren voor de vloeren van John van Zweden. Die kunnen elk moment binnen wandelen. Super spannend. Heel erg leuk. Hopelijk gaat het snel. En zien we lekker snel resultaat. En ligt er vanavond hier een mooi visgraat vloertje in. Ik denk dat dat een beetje te positief ingesteld is. Maar we blijven gewoon hopen. En het zal er vast snel genoeg in liggen. En hopelijk in ieder geval voor morgen, want dan komt de keuken. En ik ga nog een paar dingetjes doen. Zoals het latje heb ik al opnieuw een beetje weer bijgelakt. En ik ga even kijken of ik nog wat kan tegelen. Afdekplaatsen opzetten. Dat soort dingen, dus genoeg te doen. Zo, toch even een kleine tegenslag. Want ze hebben de verkeerde vloer besteld. Nee, dat is niet waar. Ze zeggen dat de verkeerde vloer is geleverd. Dus ze kunnen geen frisgraat leggen beneden. Nu gaat hij wel boven leggen. En dan morgen beneden. Maar nu twijfelen we ook een beetje of het wel de goede kleur is. Dus ja, maar het zou dezelfde kleur moeten zijn, alleen ja, het is natuurlijk verschillende lichten en dan wil een kleur nog wel eens heel anders lijken. Dus dat moet toch goed komen nu. Hij gaat boven beginnen. Nu zit ik nog steeds met een toiletdeur die te lang is. Of mijn tegels liggen te hoog. Dus daar moet een millimeter vanaf. Dus ik loop even naar Bas Vizier toe die ons damwand aan het maken is. En die zegt, ja, moet je even met een lineaal zaagje doen. En, je deur heeft die stompe kant of ja, ik weet niet waar je het allemaal over hebt, maar in ieder geval het idee met het ophogen van een rubbertje, dat ging niet. Maar we hebben nu wel een lineaalzaagje, waar we heel makkelijk een millimetertje ermee vanaf kunnen halen. Dus dat gaan we nu maar even doen en dan hopelijk blijft er genoeg over.
en weer niet genoeg, zodat de deur goed dicht kan. En dan moet ik weer gaan bellen, want het kozijn is wederom krom getrokken. Doordat die stroef loopt over de tegel. Dus het gaat vandaag even niet helemaal van een leien dakje. Maar de vogeltjes fluiten, de zon schijnt. Stay positive, toch? Eerst even een bakkie, ik denk dat dat een goed plan is. Zo, we zijn goed onderweg vandaag. Ik heb, zoals je ziet, het grootste gedeelte van de wand gevoegd. Het was even pittig. Ik moest even weer... Pittig. Even weer doorhebben hoe die voegstel werkt. En daar houdt het op. Maar ja, mooi voegje al, zeg ik het zelf. Ik ga snel verder met het bovenste gedeelte. Zo, super blij mee. Ik hoop dat René het ook zo mooi vindt. Echt wel mooi, wit voegje zo. Op dat roze en dat blauw en dat andere allemaal. Ik ben er heel blij mee. En ik ben er klaar mee. Ik ga even boven kijken hoe het ervoor staat. En een hele goede avond, we zijn weer in het huis. En Sergio heeft je vast wel verteld dat het vandaag een beetje allemaal anders liep dan de bedoeling was. Maar nu de vloer toch nog vrij is en de warmtepomp nog steeds in storing is en dus ook die warmtezoeker niet goed werkt, hebben we toch maar besloten om de vloer een stukje open te maken om te kunnen zien waar de leidingen liggen van de vloerverwarming. Zodat voor de taartsteur. Maar dat is natuurlijk wel even spannend. Want ja, we gaan even de vloer openmaken en dan wil je ook niet te diep gaan. Dus we gaan het proberen. Sergio heeft een beitel en een hamer. Zeg ik dat goed? Ik weet niet waar ik moet beginnen. 20 centimeter verder. Ik denk dat hier nou een eentje loopt. Oké. Okay. Kijk. Kijk, ik zou dan inderdaad zeggen, maak hem in de hoek open. Ja, hier zo. Ja, en dan hopen we dat we er een beetje onderdoor kunnen kijken. Onderdoor kunnen kijken? Nou, als die open is, dat je ziet links, rechts, zit er nog... Nee, je kan nergens onderdoor kijken of zo, links, rechts. Je ziet alleen dit stuk of er iets loopt of niet. Oké. En hoe ver van de muur moet dat ding staan eigenlijk? Ja, dat is dus een beetje het punt. Dat weet ik niet. Nou, dan moeten we misschien Jay nog even snel bellen. Kijken of die opneemt. Ik heb daar zo geen zin in. Oké. Lijkt redelijk makkelijk te gaan, maar altijd als wij dat zeggen, gaat het mis. Dus we zeggen niks meer. En we gaan voorzichtig te werk. Zo, kijk, de eerste lat zit erop. Wordt nog wel een keer extra gelakt. Maar... Ja, hier missen we dan nog wel een heel stuk behang ineens. Dus ja, dat moet nog gefixt worden. Maar hij was gewoon helemaal waterpas, dat ding. Ik moet niet gekker worden. Nou, ik heb de vloer eventjes schoongemaakt. Ja, die past ook volgens mij. Ja, die past er wel, toch? Ja, volgens mij wel. Spannend. Ik weet niet of het nou wel handig is om dit eraf te halen of niet, juist. Ik zou misschien gewoon een beetje lijmen. Kun je ergens mij helpen?
overheen hoor. Niet helemaal. Nee hè? Of verf kopen. Ja, daar is die dan. Zit je terug, denk ik, jongens. Ja, we zijn dus de hele dag al aan het rijden en de opslag is nagenoeg leeg. Alleen nu dus, de pièce de résistance, zoals Paat zojuist noemde. De koelkast. Groot, lomp, zwaar. Ja, goed zo, kom maar. Ja, kom maar. Ja, kom maar deze kant op. Ja, heel goed, heel goed. Ja. Kom maar. Ja, lekker bezig, lekker bezig. Ja. Heel goed. Nog een stukje. Ja. Vanuit je onderrug. Ja. Goed zo. Zal ik even helpen? Oké. Als het goed is, gaan we nu voor de laatste keer met de lift naar boven. Als het goed is. Mama plaatje, de L, tv en een hele grote plank. Bijna klaar. Ja, hele goede morgen, lieve meisjes. Ik ben in het huis. Ik ben alleen. De keuken is, zoals jullie zien, gebracht gisteren. En die zouden ze vandaag komen zetten. Althans, daar is even wat onduidelijkheid over. Want ze hebben tegen ons een paar keer gezegd, ze komen hem zetten. Maar dat hadden we niet zo afgesproken. Dus we hadden even zoiets van, ja, gaan ze het nou wel zetten, gaan ze het niet zetten, gaan ze het deel zetten. Ook omdat ze daar zo stevast in bleven dat er een datum stond om hem te monteren. Nu hebben we dus gebeld, nu blijkt daar wat onduidelijkheid over te zijn. En ga ik ervan uit dat ze vandaag niet komen. Oh, sorry jongens, het klinkt heel onsmakelijk, maar echt stront verkouden. Nu heb ik besloten om eigenlijk zoals de planning was grotendeels... de keuken zelf te gaan zetten. Dus ik ga beginnen. Ik kijk hoe ver ik kom. Ik ga ze gewoon uitpakken, een beetje op de plek zetten. Ik heb een tekening. Ik heb koffie. En ik heb een waterpas en een schroefmachine. En de gezelligheid van mijn nieuwe OnePlus. OnePlus van zo, morgen. En de gezelligheid van mijn nieuwe Samsung telefoon. Waar prachtig geluid uitkomt. Dus ik zet gewoon Spotify aan. En... met een beetje geluk komt René straks nog langs. Maar ja, Jessie is vandaag thuis. Dus dat zal een beetje lastig zijn. Het gaat hier wel super, super trouwens hier buiten. Want ze zijn namelijk al 2 deuren verder met de damwand bezig. Dus het gaat niet heel lang duren voordat ze hier zijn. En voordat er een schutting gezet gaat worden. Dus dat is echt wel super chill. Want dan kunnen we namelijk een schapenhekje daar plaatsen. Want die hebben we al wel gekocht. En onze tuin benutten. Ja, dat kunnen we nu ook al wel, soort van. Maar het is toch wel met Jessie lastig. Dat er heel veel bouwmateriaal staat. Dus dat is niet echt een leuke plek om te spelen. Ik hou jullie op de hoogte van de voortgang van de keuken. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het kan. Dat wordt gewoon mijn levensmotto, jongens. Let's go. Ben ik begonnen. 3 kastjes staan. Het is wel eventjes passen en meten. En kijken welke kast nou waar hoort. Maar... ik kan mijn scherm delen op mijn koelkast. Kijk eens. Dan moet ik hem een soort van draaien. Kijk, oh, dat is kijk. Woe, dat is wel speel. Dat dus. Hi. Ja, dan kan ik natuurlijk, dan zie je mij niet. Zo dan. Hi.
Grappig, hè? Dus ik heb de bouwtekening van de keuken en die zet ik gewoon op de koelkast. En zo kan ik altijd doormeten. Dit steekt licht in. Ja. En dit is de richting waarin we straks kookvlogs gaan maken. Hè? Mm-hmm. Oh man, wat een dag, jongens. Ik ben 5, 6, 7, nou, ruim 8 uur bezig met de keuken. En de koelkast stond, ik kan niet eens meer praten. De koelkast die stond al, dat hadden jullie gezien. Ik heb daarnaast nu een hele grote kast gezet. Ik ben net zo'n weerman die nog stage loopt. Waar zit ik ook alweer? En daar staat de vaatwasser. Die staat ook al aangesloten. En hier staat het nog voor, zonder dek. Ja, nou, er zijn nog een aantal dingen die we moeten zoeken in het pakket. Maar, wat vind jij ervan? Ja, ik vind het vet. Ik vind het cool om te zien. Ik vind het fijn dat we een beetje de, wat visueler hebben, zeg maar. Ja. Ook vooral met hoeveel ruimte hebben we nog om daar langs te lopen. Ja. Kijk, dit is natuurlijk gewoon hartstikke prima. Gewoon die verhoudingen een beetje te kunnen zien. Ja. Dat vind ik wel gaaf. En ja, ik hoop gewoon dat wij de keuken zelf mooi in elkaar kunnen zetten. Ja. Ja, we hebben in ieder geval een soort van plannen campagne inmiddels. Ja. Dus we hebben nu het keukenblok staan. De afmetingen kloppen ook, daar ben ik ook best aan eind mee. Dan ga ik ze als het goed is vanavond of morgen vastschroeven. En dan staat het blok. En dan gaan we de stukloop opleggen. Dan gaan we er nog schildersfolie overheen doen. Of ja, langs plakken, zeg maar. Om alle kasten te beschermen. En dan gaan we, nou dat zouden we ook wel morgen kunnen doen, de MDF-plaat halen. Waar we het keukenblad op gaan lijmen en vervolgens plamuren met de epoxy. Huh? Ons vorige experiment, voor de mensen die ons al wat langer volgen, ging niet zo goed. Maar dat was echt heel erg... Ja, moest je dat nog even oprakelen? Yes! Maar dat was ook heel vloeibaar. We hebben nu gezien dat we er ook plamuur van kunnen maken. Dus dat is niet dat dat niet zo druipt, zeg maar. Nee, dat is waar. Maar ja, wij zijn ook gewoon heel vloeibaar. Wij zijn sowieso heel fluid. Fluid. En we gaan nu de epoxy, ik weet even niet meer welke kant ik op wilde met mijn verhaal. Dat ik nu de wasstafel ga laten zien. Ja, oh ja, de wasstafel. Maar ook dat dus de keuken geleverd is, en ik weet niet of we dat verteld hadden, dat er een aantal dingen ontbreken. We zijn druk aan het bellen. Laten we zeggen dat onze oom Vladimir Poetin nogal wat roet in het eten heeft gegooid voor miljoenen mensen around the world. En dan hebben wij het over een oven die niet komen, maar sommige mensen zitten in oorlogssituaties. Dat is natuurlijk veelmaal erger, maar wij balen toch wel eventjes dat onze ovens er niet zijn. Ja. Want ook gewoon dat daar niet even voor gebeld is en zo. Dan, ja. Dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent en wanneer komen ze dan wel en dat soort dingen. Dat wist Siemens dan weer niet te vertellen wanneer ze wel komen. Maar morgen komen ze een tijdelijke overbrengen, zodat we in ieder geval verder kunnen. De recirculatiekap die er niet bij zou zitten, die zit dus weer in de geüpgrade inductie. In de inductieplaat, want dus we hebben een upgrade gekregen en die zit nu geïntegreerd. Dat is ook super tof. En we krijgen ons zoveel als de krantje. En die stekkerdoos die komt volgende week. Ja, nou, ja. Één van de stekkerdozen, want ik ga hem heel snel laten zien. Woe! Mag hem wel wat langer laten zien. Sneak, sneak. Mag hem wel wat langer laten zien? Nee, nog niet. Was even een sneak peek. Sneak preview. Mag ik hem openmaken? Ja, maak hem open dan. Want hier zit, dat is denk ik de kraan. Ook al zo mooi, weet ik zeker. Als je nou even hier bovenop zet, dan komen slangetjes uit, denk ik, schat. Als je hem open doet. Hier, zet hem hier. Zet hem hier. Zo, hier zo. Zet hem hier zo. Zo. Valesto. Tuurlijk is de Italiaanse kranen. En wij hebben de kleuren goud. Ja, mooi hè. Ja, dat is echt mooi. Geborsteld goud. Messing, ja. Geloof ik. Nee, geborsteld Nee, goud. Goud, messing. Was dat niet geborsteld? Als het goed is wel. Dat was wel de bedoeling. Het was niet geborsteld. Oh ja, dat is dat. Ja, klopt. Ja. En hier staat goud. Die past dus dat mooi klopt daarbij. Ook. Past mooi daarbij. Ja. Dus dat is één. Mooi. Leg ik die vast waar die een beetje moet komen? Ja. Zo. Hier. Deze is wel zwaar. Dan kan ik niet zoveel meer vragen, maar goed.
Ja, ja, gaat goed. Prima uitzicht ook. Wiggle, wiggle. Tss, tss, wiggle, wiggle. Tss, tss. Dit is extra, ook weer zo'n momentje dat als je hem open doet en dat sparkelt helemaal, dat je gewoon dat geluidje van... Ja, ik weet niet of hij hem moet. Hij zit helemaal ingepakt. Is die zo groot? Ja, man. Ah, we hebben wel een grote. We hebben wel een grote. Moet ik helpen? Gaat een beetje lasten. Wacht even, zet je even neer. En lekker diep. En fucking groot. Nou, we hebben wel die extra grote. Wauw. Niet kwijlen nou. Zo. Holy moly. Dat is vet, hè? Ja. Daar ben ik echt heel blij mee. Je weet soms ook gewoon helemaal niet meer wat je nou besteld had en hoe en wat. Maar dit past hier gewoon zo in. Past het niet. Dit past hier niet zo in. Hoe kan dat nou? Ja, die moet je er een beetje doorduwen. Ik vind het nu al zonde om iets door te duwen eigenlijk. Maar... Ja, gaan we het nog even niet doen. Gaan we nog even niet doen. Dan zou die dan misschien wel daar moeten. Toch daar moeten. Probeer het even. Maar lijkt me niet, want nee. Hij kan niet zo diep, toch? Nee, dat haalt hij nooit. Jou wel, er komt nog een blad bij, hè? Nee, maar dat kan niet. Want dat zei je wat ik er straks al zei. Dat kan niet met die afvoer. Nee. En daarom is deze la niet zo diep. Oh ja, want dan kan je hier nog een afvoer in kwijt. Ja. Oh ja. Dus, ja, dus het zal vast misschien een beetje af moeten slijpen of zo. Nee, je moet gewoon... Moet gewoon passen. We moeten doorduwen straks. Oh ja, het gaat wel. Kijk. We zijn weer veel te voorzichtig. Kikken. Kikken. Had ik je al verteld dat ik weer ben afgevallen? Nee. Nee, goed bezig. Dank u. How much? Ik weeg nu 71. Kijk, een beetje minder dan ik. Yay! En ik was vandaag, want het is vandaag mijn Cancerversary, of eigenlijk gisteren. Ja. Dus ik zat even wat foto's te kijken en toen de dag dat ik volgens mij naar de chemo ging, dit is niet te verzinnen gewoon, toen ging ik op de weegschaal staan en toen stond daar 666. Ik denk als ik het aan mijn collega vertel, dat hij gelijk niet meer stopt en alle verhalen over de Bijbel en de dood en de duivel en dat soort dingen. Ja, maar ik had zoiets van, kill the cancer, ja. Devil, kill the cancer, I'm the devil. Ja, dus daar kwam ik vanaf. Nou ja, ben ik al 10 kilo aangekomen geweest dan? Ja, denk want je het wel. Nee, 66, 76. Misschien net niet. Misschien net niet, maar was wel veel. Dus ik ben blij dat ik weer op weg ben. Maar dat gezegd hebben we wel even sperres besteld. Dus we gaan even gewoon een beetje blijven leven, hè? Ja, we moeten ook genieten. Want als we iets hebben geleerd, is dat we ook moeten genieten. Gezond, maar ook genieten. Dus we gaan nu even gewoon lekker genieten van de sperrips. Ja. We gaan even langs mijn moeders huis weer. Even lekker eten. Ja. En dan komt dadelijk Marius, die komt even meekijken en ons even helpen. Ja, voor de ombouw en zo. Dus ja, we gaan het weten. Toppie. Zwager, het is has come to the rescue. Oh, oh, oh. En nu is het er ook blij. Ja? Schitterend. Nou, het is wel lekker laat. De keuken staat half. Voor een kwart. Driekwart, eigenlijk. Driekwart al? Ja. Ja, ze zijn super ver gekomen. Maar jullie gaan lekker in de volgende vlog, denk ik, pas zien dat die helemaal in elkaar zit. Oh ja, deze vlog in ieder geval niet meer. Dat kan ik wel vertellen. Nee. Precies, want dan gaan we weer lekker afsluiten. Ja. Hopelijk vonden jullie dit weer een leuke vlog. Doei!
doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En we zien heel graag bij de volgende video. En we zien graag jullie reacties. Ciao, 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 ciao.